aflevering van Over Eten. Een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschartes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Uh, deze aflevering is een beetje bijzonder. Want uh, ja, zoals jullie al horen, doe ik de introductie. En ik ben Barbara Cerulus En ik mag Stijn Schacht interviewen, uw normale podcast-host, die nu even de gast is geworden. Uh, en dat is naar aanleiding van uw verjaardag, Stijn. Ja, dat klopt. Gelukkig Vandaag als verjaardag. deze podcast uitkomt, is mijn verjaardag. Is, en hoe oud uh, ga je dan worden? 37. Oh, van 84. Ja. Ik ook! Yay. Zalig! Goed jaar. Het was een heel goed jaar. Echt, hè? Ja. Ah, je dat vind ik goed. En wat is je sterrenbeeld dan? Uh, macht. Oké, okay. daar ga ik straks wel over opzoeken, daar weet ik nog niet Ja, ik uh, geloof niet in sterrenbeelden, ah, nee. uh, dus ik, uh, ff, mij boeit dat eigenlijk niet weinig. <laughs> ik maar ik, dat... weet, uh, ik weet wat ik ben. Okay. Wat dat betekent? Uh, ja, gewoon dat ik in september geboren ben. <laughs> 2 september. 2 september. Oké, okay, cool. Dus ja, ik ga u vandaag uh, vragen stellen. Uh, we gaan dat gewoon doen, hè. we gaan zien waar we belanden. Ik vind, vind het wel een beetje spannend, want nu zijn de rollen is omgekeerd. Um, normaal stel ik de vragen, maar ik vind het ook wel leuk om eens aan deze zijde van de microfoon te zitten. Ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk dat ik de, de vragen mag stellen, want dat is mijn natuurlijke habitat. Ben, dan kan ik makkelijker als de vragen beantwoorden. Ik well, ben, ben heel blij dat, dat jij... Uh, Barbara, de journaliste voor de standaard en, uh, en weekendknak, hier uh, dit wil doen. Dus uh, dank u daarvoor. Met heel veel plezier. Je hebt mijn garnaalkroketten beloofd, dat is, dat is een goede incentive. Ja, ja, we zijn natuurlijk in, in, in Oostende, ik ben van Oostende. Ja, we zijn wel de, de koningin der badsteden, maar we zijn ook uh, in de stad waar de garnaalkroket koning is. Dus uh, we Oeh. gaan uh, garnaalkroketten eten straks. Bij de granaalkrokettkoning. We gaan zien waar dat komen. Zalig, ja. Dus dat was, dat was de incentive. Dus als ik dit goed doe, dan krijg ik een granaalkroket. Zo makkelijk is het dus. Um, ja, ik dacht misschien te beginnen bij het begin. Namelijk, we hebben elkaar leren kennen via Instagram. En daar is uw naam of uw handel uh, heart of Agave. Ja. Um, ja, vertel mij. Dus, ik, ik vermoed dat Mexico iets belangrijk is in uw leven en ik wil daar alles over weten. <laughs> Mexico is iets belangrijks in mijn, in mijn leven. Ik ben een beetje geobsedeerd daardoor. Maar om, om eerst te beginnen met de, 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 de Instagram-handel. Mm -hmm. De agaveplant uh, is heel belangrijk in Mexico. is uh, Het land waar die plant het meeste voorkomt. Heel veel verschillende soorten. En de meest bekende soort is de blauwe agave. Daarvan mm -hmm. wordt tequila gemaakt. De, dus uh, de andere soorten worden in andere staten van Mexico verwerkt tot uh, een aantal andere spirits, waarvan mezcal de meest gekende is. Dan heb je nog bacanora, dan heb je nog raicia, dan heb je nog een aantal andere die buiten uh, denominaties vallen. En hard of agave eigenlijk wordt het hart van de plant, uh, de pina, gebruikt om, uh, om te gaan distilleren. Daar zitten de meeste suikers. En uh, daar wordt dan uh, sterke drank van gemaakt. Dus vandaar Hard uh, of Agave. Cool. Ja, misschien even voor de mensen die dat dus niet zien. Maar we zitten hier dus omringd door heel veel flessen drank. En dat is misschien ook wel. Misschien moeten we er straks een proeven. Ja, we hebben er genoeg om, ja, uh, om okay. uit te kiezen, denk dat, ik. Dat wil ik graag doen op het einde. Dat jij erin een uitkiest die we gaan proeven. Ja, um, is kiezen is verliezen wel. Ja, of dus. oh, allemaal. Dan kan het een hele lange podcast worden. Dan proeven ze gewoon allemaal. <laughs> wordt wel lollig, denk ik. Dat wordt zeer lollig. <laughs> en zeg je dus zeg je zelf... Wacht, is uw liefde ontstaan in Mexico? Of is het... Zeg jij van hieruit beginnen dingen proeven en zeg jij dan naar Mexico getrokken, of hoe moet ik me dat voorstellen? Mijn verhaal. Mijn interesse voor Mexico, denk ik eigenlijk. Die begonnen is eind jaren 90. Hier, met van die Old Del Paso. Uh, taco packs. Uh, Ajax, van, die, van die harde taco-schelpen, van die, van die poeiers en zakjes. Um, en dat waren smaken die mij eigenlijk wel een beetje intrigeerden. Ik vond dat heel anders dan wat we hier in de Vlaamse keuken hebben en ik vond dat fantastisch. Ik heb dan ook de kans gehad, dankzij mijn ouders, om eens naar de Verenigde Staten te gaan en daar waren wij in 1997, waren wij in Disney in Florida en daar uh, heb ik dan ook een, uh, een taco ball gegeten. Ah, ik vond dat ook fantastisch. Ik was echt mesmerized uh, daardoor. Dan in het jaar 2000 opnieuw richting de States kunnen gaan en ook daar in een uh, een soort taqueria, een burrito gaan eten en ik was echt weggeblazen van hoe goed dat, dat was en hoe anders dan dat, dat was van wat wij hier hadden. En daar was ik eigenlijk al een beetje getriggerd. Ik denk dat nog een paar jaar later kwam, kwam een boek uit. Van, uh, ik ga even pikken in mijn boekenkast van Jane Milton. En dat heette De Mexicaanse Keuken. Dat was het enigste boek wat, wat ik ooit kon vinden over de Mexicaanse keuken. Ik heb dat boek van, van voor naar achter uitgekookt. Uh, ik vond dat super fantastisch. Nu weet ik natuurlijk dat dat niet uh, echt de authentieke keuken is. Maar ik vond het toch. Voor mij was dat de aanzet. Mm. Dan nog wat jaren later, 2010... Ik was ondertussen al verschillende keren in de States geweest. Dan, uh, dan daar ook altijd zo de, de, de taquerias en de burrito-shops en, enzovoort gaan, gaan uitzoeken om die smaken toch te vinden. En dan in 2010 was ik uh, in mijn job als manager de baan op met een band. En wij hadden één show in Mexico City. Uh, dus wij vlogen vanuit Arizona... Uh, naar uh, Mexico City. Uh, we hadden die show daar. Dus daar kregen we al taco's als diner. En aan buiten de, de, de venue, de zaal waar het concert gebeurde, dan stonden allemaal krampjes. En uh, ik vond dat fantastisch. Uh, allemaal bootleg -like merchandise, wat dat wel leuk was. Uh, maar dan ook al de krampjes met tortas en tacos en tlacoyos en nog allemaal andere streetfood. En was het eten dat, dat je dan daar in Mexico zelf had, heel anders dan die smaken dat je daarvoor in Amerika en dan ook hier zelf al kokend had ontdekt? Dat was anders. Ja, was en hoe, anders. Anders? ja hoe anders? Ik denk dat. Uh, het, het, is een, het eerste was een evolutie van het tweede. Mm. Dus je herkent wel van waar het komt. En dat is ook het verschil bijvoorbeeld tussen de Tex Mex die mensen kennen hier en, en ja, de, de echte Mexicaanse keuken. Het is een evolutie. Mm. Soms goed, soms minder goed. Maar dat is, dat is een discussie die ik nu niet ga, ga oprakelen. Nee, okay. Maar het was wel voor mij. De, de aanzet. En dat is eigenlijk soms een beetje net zoals muziek. Als je een band ontdekt en je vindt die band fantastisch, dan gaat je kijken naar de invloeden en meestal vind je die band ook fantastisch en soms zelfs nog beter. Ja. En dat was bij mij wel het geval met, met Mexico. Die, die avond, de rest van de band en, en, en een aantal mensen van de crew, die waren die hadden zoiets van, ja, het is toch Mexico en dat is toch een gevaarlijke stad en ja, wij gaan gewoon op hotel blijven. En ik had zoiets van, ja, maar daar aan de overkant van de straat is wel een interessant stalletje. Dus ik ik had daarheen. En dan, ja, dan ben ik vrienden geworden met, uh, met iemand van... Uh, eigenlijk een fan. En dan zei hij van... Ah, maar je vindt dat goed. Ah, maar dan moet je even, even meekomen. Want nog betere tacos vinden die daar. En dan zijn we pff, uh, tot, tot een gat in de nacht... Uh, ja, al die stalkjes gaan aflopen en ik had zoiets van, ja, kan maar beter dat doen, want hotel ontbijten die zijn meestal niet goed. Dan krijg je een, 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 een schaal hasp dan krijg je een, een slappe schaal kaas met wat yoghurt, als je geluk hebt. En dat is een... Uh maar dan had ik nog niet door dat dat in Mexico niet zo werkt. Dus ik kwam s'morgens aan het ontbijt <laughs> en ik kreeg een super uitgebreid buffet. Chilaquiles, uh, bonen, chicharron en salsa verde. Heel veel verschillende dingen. En ik was omvergeblazen: holy fuck, zo goed. En ja, dan had ik echt zoiets van: oké, okay, I need to find more. En dan ben ik echt gaan beginnen zoeken en, en, en deep diving enzovoort. Een jaar daarna weer in Mexico. Uh, in 2012 ben ik dan uh, een tijd lang in Texas gaan wonen, ook via mijn job. En dan, ja, eigenlijk, eigenlijk is het een beetje fout. In, in die zin dat als je goedkoop wil eten, dan kun je altijd bij migrantengemeenschappen terecht. Uh, mm -hmm. Hier ook. En, en heel vaak wordt er dan gezegd: van ja, als, je, als je authentiek eten wil, dan moet het goedkoop zijn. Dan kwam ik ook weer bij die Mexicaanse gemeenschap terecht. Texas deelt een grens met Mexico. Mm -hmm. Dus het is dan logisch dat je heel veel migranten van overigens mexico terugvindt in Texas. En dan, dan, dan leerde ik echt de diversiteit van de Mexicaanse keuken uh, kennen. En daar, ja, dat is een rabbit hole waar ik niet meer uitgeraakt ben. Dus, uh, dat, dat is een beetje het ontstaan van mijn, uh, van mijn Mexico verhaal. En ook in Texas voor de eerste keer ja, een, een, een heerlijke tequila gedronken, en dan ook weer een, een wereld die open gaat, dat uh, heb ik niet meer kunnen loslaten. En hoe, um, hoe beleef je dan nu hier, je Mexico-liefde? Is dat iets dat jij, waar Kookt jij veel Mexicaans geïnspireerde Constant. dingen? Constant? Constant? Altijd als jij kookt, is het Mexicaans? Pff, niet altijd heel veel. Uh, ik zou het ook niet. Mijn vriendin zou het ook niet naar waarde dus schatten, moest ik enkel nog Mexicaans koken. Maar ja, ik, ik ben wel de man die het meeste kookt in huis. Ik ben ook de enigste man in huis. <laughs> dat, dat treft. Dus dat, dus dat komt wel goed uit. Ja. Maar ja, ja ik, ik kook gewoon graag. Er ik, ik, uh, ik, zijn dingen waar ik zo van hou. En er is zoveel dat ik nog wel beter kan en beter leren. En hoe meer dat je kookt en, en, en doet, hoe beter dat je het kunt natuurlijk. Ik zag. Ik denk, deze week uh, was ik eerst door al mijn oude foto's aan het bladeren op, uh, op Instagram. Ik zit ondertussen ja, een goede tien jaar op Instagram. Dat zijn al heel wat foto's, maar je ziet ook een evolutie die je meemaakt. En uh, mijn eerste tacos tegenover hetgeen wat ik nu maak, is ook een, uh, een serieus verschil. En uh, ik denk dat de dingen die ik nu doe echt wel uh, heel dicht aanleunen bij wat je in Mexico gaat, gaat terugvinden. En, en Ondertussen weet ik ook heel veel over de Mexicaanse gastronomie. In die zin dat toen ik in 2018, 2019 denk ik, was ik in, was ik in Mexico aan de praat met iemand en die zei van, ja, ik vind het absurd hoe jij als Belg meer weet over de gastronomie van mijn land dan ik als Mexicaan. En dat vond ik wel een, een heel mooi compliment. Grappig, ik besef hoe dom ik ben geweest van die garnalenkroketten. Ik had gewoon moeten vragen dat jij Mexicaans ging koken voor mij. Echt een gemiste kans. Maar kom nog wel eens terug dan. Hè? Dat uh, is geen gemiste kans, dat is gewoon een kans om nog eens terug te ja, komen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Met deze nodig ik mezelf heel graag uit. Um, maar wat ik hiermee afvroeg, um, als je dat vertelt, hoe is dat eten en koken? Is dat iets dat je ook hebt meegekregen um, van thuis? Uit? Is dat... Werd er veel gekookt uh, bij je thuis? Maar mijn moeder maakte elke dag eten klaar. En ik, ik denk dat ik ergens wel in een, in een bevoorrechte positie zat dat mijn mama ook andere dingen deed. Mm. Um, ik denk dat wij een van de eersten waren die vegetarische nuggets uh, af en toe aten. Mijn moeder maakte kombucha. zij had uh, ah, ja. flessen kefir uh, af en toe. Dus er was wel aandacht voor andere dingen. En dan ook het, het feit dat wij uh, eigenlijk op redelijk jonge leeftijd naar de, naar de States konden en, uh, en een, een invloed van buitenaf kregen. Ja, dat was... Achteraf gezien heeft dat wel een indruk nagelaten, ook al sta je daar op het moment zelf niet bij stil. Want in zekere zin, als het over eten aankomt, ben ik eigenlijk wel een geweest. En, ja, eten was niet altijd mijn focus. En heel lang was, was muziek de focus in mijn leven en het belangrijkste dat er was. En, en het is eigenlijk door ja, ook te gaan op tour gaan eh, met bands, dat je dan andere invloeden ziet, en dat je merkt ook hoe belangrijk eten is. Um, soms ga je op tour, en dan krijg je de punkrockslap, en dat is letterlijk een beetje alles samen uh, platgekookt, uh, op je bord ge ge geploefd. En dat is soms uh, een aangename verrassing, maar meestal niet. Uh, en soms krijg je ook dingen waarvan dat, dat je denkt van, uh, hoe fantastisch is dit? En dan, dan kijkt je echt uit naar die momenten. En zo is voor mij eigenlijk die, die die passie van eten ontstaan er echt de, de kans te hebben door, door mijn job heel veel te reizen mm. en te merken hoe divers en interessant en lekker dat eten is. En net zoals muziek, dat dat iets is die mensen samenbrengt zonder dat er per se een taal tussen zit. En dat, is, dat, dat vond ik heel mooi. En dat, dat, heeft mij, ja, dat heeft mij eigenlijk wel gaan triggeren. Ja, dat is wel inderdaad een mooie vergelijking. Want ik weet echt niks van muziek, dus alles wat ik ga vragen, ga sowieso gezien. Oh, dat is oké, okay. dat is oké. Okay. Vertel eens over wat soort Allee, zo, Is punkrock de genre van de bands waarmee dat je toerde of? Ja, ik was, ik was heel actief in de, in de lokale punkrock scene en dan uh, met een paar van die bands kunnen is uh, op een Europese tournee gaan. Ik vond dat zo fantastisch om te doen dat ik daaraan uiteindelijk mijn carrière heb uit, uit kunnen maken. Het leuke van die, van die scene is dat het, het DIY-gedoe heel belangrijk was. Het, uh, als, je, als je geen podium had om, uh, om op te spelen, dan, of, of als je geen uh, concertorganisaties had die jou een platform wilden bieden, dan ging je maar een café zoeken en dan speelde je zelf of organiseerde je zelf de, de concerten. Als je een, een magazine wou maken, of als je geen magazine vond waar jouw favoriete bands in Featured waren, dan ging je maar zelf zo'n magazine maken. Vond je geen platenlabel om je plaat uit te brengen, dan ging je het zelf maar doen. Vond je geen, uh, geen booking agent om een uh, tournee te boeken, dan ging je zelf maar je tour boeken. En zo, zo ben ik daarin gerold met die, met die ethos. En dan ja, zo verder gegroeid naar, een, ja, naar die, naar die tourwereld. En dan, dan merk je echt van ja, dat eten, dat brengt mensen samen. Want wij kwamen soms in, in, in landen waar we de taal niet spraken. Uh, ondertussen spreekt iedereen wel Engels als tweede taal. Maar 15 jaar geleden was dat niet altijd het geval. Dus dan zat je in Polen uh, te praten met iemand over eten uh, zonder dat je elkaar verstond. En toch... Toch had je een connectie over dat eten. En dat, dat, dat is mij altijd bijgebleven. Een van de eerste herinneringen was bijvoorbeeld een, een show die, die, we, die we hadden in uh, Potsdam. En daar stond een vegan cheesecake. En ik was dan van weggeblazen. Want dat was de beste dessert dat ik uh, op die hele tournee gegeten had. En uh, dan, dan had ik nog de rest van die tournee daarover te staan dromen. <laughs> en is punkrock verbonden met, met bepaalde eetgewoonte. Zit daar zo wat straight edge gegeven ja, ook in of de, totaal Ja, de straight edge nee? gegeven zit erin en, en dat, dat vegetarisme ja. en veganisme is daar ook belangrijk in, omdat heel veel, van, van veel punkrockbands, bands, hardcore bands die, die geloven ook in, in een betere wereld maken. En dat is, daar, dat is daar ook een onderdeel van. Ik ben zelf uh, super lang uh, veganist geweest. Van mijn, van mijn 17 tot 27, 30, zoiets. Ergens is die periode dat ik dat uh, ben, uh, heb laten vallen. Dus dat was ook belangrijk voor mij. En dat, dat, heeft er, dat is voor mij ook wel belangrijk geweest, in die zin dat. Vegetariërs en veganisten die werden als, als vervelend beschouwd door mensen die eten uh, klaarmakten. Nu is dat veel minder. Mm -hmm. uh, heel veel van de, van de dingen die toen uh, speciaal waren, zijn nu ondertussen mainstream. Allee, havermelk, uh, sojamelk, uh, soja pudding, soja yoghurt, uh, vleesvervangers, die vind je in elke supermarkt. Ja. Vroeger moest je al hard beginnen zoeken in uh, vele steden uh, laat staan in de dorpen dat je zoiets kon vinden. En dan als je met je band ergens uh, in de middle of nowhere in Duitsland stond, dan keken ze wel even van, hoezo je eet geen vlees? Well, hier hadden een salade met, met drie wortels in. Mm. Um, dus daar was voor mij dan ook wel iets van, ja, eten is wel heel belangrijk. En uh, eten kan, kan je dag goed maken, of eten kan je dag echt verknallen. Uh, en dat, dat, dat zijn ook dingen die mij dan ja, een beetje naar dat, dat eetverhaal die ik nu bewandel uh, geleid hebben, denk ik. Ik vind dat wel fascinerend, de link tussen een muziekgenre en een eetstijl of een, een manier van eten. Dat is, eigenlijk, is dat niet een beetje uniek? Of zijn er zo nog dingen? Dat je, ik vind dat wel een coole, een coole link. Ik vind dat ook een coole link. Ik weet niet of dat, dat uniek is, want ik ken andere muziekgenres niet zo goed. Um, ja, ik, ik weet wel, wel. dat in, in, uh, in het, het Rastafari-geloof dat, dat Al eten, uh, ook semi-vegetarisch is. Uh, ja, ja, ik weet okay. er het fijne niet van, maar uh, ik weet dat er daar ook wel wat vegetariërs uh, tussen zitten. Ik kan dat opschrijven. Ik, er, ik vind, vind ik een cool ding. Ik kan een over. <laughs> ja, ik echt die Ja, ik weet er het in niet van, maar, um, maar dat is ook. Kan er omdat, is dat is een, dat is een genre waar ik niet zo bekend mee ben, ja. behalve de grote namen en, en, en Bob Marley en Louis Scratch zo'n dingen. Maar is dat uniek? Het kan. Maar ja, de Beatles zijn ook richting India vertrokken in de tijd om Harry Krishna te worden. Dus heeft, heeft dat een invloed gehad op Paul McCartney? Ik denk het wel. De, de Smiths en Morrissey in het bijzonder, die zijn ook super hardcore vegetariër. Dus is dat eigen aan het muziekgenre? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat er in, in hardcore en punkrock heel veel vegetariërs en veganisten rondlopen. Maar dat is ook wel omdat. Het zijn vooral heel veel mensen die, die heel veel passie hebben en, en geloven in, het, in, in de maakbaarheid van de wereld. En als je, als je zo'n stappen kan doen, en dan, 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 dan kun je je wereld een stuk verbeteren, mm. denk ik. En dat, uh, dat is vandaaruit ontstaan. En um, je sprak net ook over zo'n beetje die DIY-filosofie binnen die uh, zien Is dat iets dat je ook waar je ook nog iets aan hebt van, mee Allee, waar iets van hebt meegenomen in wat je nu doet? Absoluut, <laughs> absoluut. Dat, dat, voor mij is dat super, super, uh, hoe moet ik gaan zeggen, uh, formeel geweest. Dat heeft een heel belangrijk deel van mijn wereldbeeld geschapen. Toen ik uit de States terugkwam, dan had ik zoiets van, ja, oké, okay, dat Mexicaans, dat moet, dat moet hier beter gedaan worden, dat moet hier uh, die producten zijn die te, te krijgen. En misschien moet ik het gewoon zelf doen. En dan ben ik zonder geld een bedrijfje begonnen. Dat is ook niet altijd de beste beslissing, <laughs> trouwens. Dan heb ik 750 euro van een creditcard afgehaald en ben ik daarmee mijn, mijn, mijn bedrijfje begonnen die Mexicaanse voeding importeerde. Dat was een schat in de roos, maar dat was ook een probleem, want een bedrijf uh, zonder geld, dat is niet zo evident. En bestaat dat bedrijf nog? Nee, dat bedrijf heb ik, ik moest sluiten omdat. Het het ging zo hard dat ik niet meer mee kon met mijn eigen bedrijf. Oh ja, oké. Okay. Um, in die zin dat ik was meer bezig met de logistiek op te volgen, dat ik zorgde dat iedereen zijn producten had, dat ik er niet meer aan toe kwam om producten te verkopen. Waardoor dat ik niet de groei had die ik nodig had om mijn geld eruit te halen. Dan had ik een cashflow-probleem, want uh, horeca is niet altijd de beste betaler. Dus dan uh, had ik mensen die soms uh, meer dan een maand te laat betaalden. Dus dat had een deel van mijn geld dat ik nodig had daar ook in vast. En, ja, op een, op een eind rij je gewoon vast in je eigen werk. Ja, dat, dat, was wel, uh, <laughs> dat is wel een donkere periode geweest dat ik dan mm. gestopt ben. Want over wanneer... Is dat lang geleden? Wanneer spreek ik over? Uh, ik ben in 2018 gestopt. Ah oh ja, oké. Okay. Dus ja, ik ben in 2013 ben ik met dat idee afgekomen uh, om dat te doen. Dan begin 2014 gestopt en dan vier jaar als een gek gewerkt. Ja, als je dan... Als je dan uh, Bijna, bijna 18 uur, 20 uur op een dag dat je daarmee bezig bent, eh, dan, dan werk je, je letterlijk kapot. Maar ja, als je dan geld nodig hebt om één grotere aan te kopen zodat je meer op voorraad hebt om iedereen te kunnen bedienen. Als je eigenlijk mensen nodig hebt om jou te kunnen ontlasten, maar dat er geen cash reserves zijn om die dingen te doen, omdat je ja, hard wilde groeien en alles herinvesteert vanaf het moment dat je weer binnenkomt, dat zijn niet altijd de beste zakelijke beslissingen. En uh, ja, dat is ook een, een leerschool geweest. Maar goed, ja, ik, ik geloof nog altijd in die, in die DIY-filosofie. En dat is ook, denk ik, de oorsprong van mijn, van mijn podcast. Want ik luisterde dan ook heel veel naar podcasts uh, nadat ik mijn bedrijf gesloten heb. Uh, en een beetje op zoek was terug naar, naar mezelf. Even het woelige water laten rusten worden. En dan dacht ik van ja, maar ja, dat is wel leuk, al die Amerikaanse podcast en die Engelse podcasts over eten. Maar er is hier niks in, in, in België of in Nederland. Ja, dan ga ik het gewoon maar zelf doen. Ik was sowieso geïnteresseerd in, in alles wat met eten te maken had. En ik ben, ben eigenlijk een beetje. Ja, een nerd die graag wil weten hoe de vork aan de steel zit van alles. Heel moeilijk trouwens om zo te leven. Uh, dat lukt niet altijd. Maar ik vind dat wel super, super boeiend en, en super interessant. En ik, wil dat, ik wil dat altijd doen. En dan had ik zoiets van: ja, dan ga ik gewoon even vragen aan een paar mensen. van... Leg dat eens uit. En meestal, als je dat gewoon gaat vragen, dan zeggen die van ja, maar we zijn aan het werk, laat ons eens gerust. Ja, allee, dat, je kunt toch hier zomaar niet op bezoek komen? En dan dacht ik van ja, als ik daar een micro voor zet, dan klinkt dat plots heel anders. Want dan ben je, je chic bezig met uh, je uh, podcast en dan, dan gaan de deuren plots wel open. Dus ja, die, die, die DIY-ethiek, ja, die, die ligt me nog altijd heel nauw aan het hart. Ja, dat is wel herkenbaar, inderdaad. Als je, als je ineens zegt, het is voor een interview, dat vond ik ook zalig, toen we pas als een vlog hadden, dat je dan ineens met iedereen kon gaan babbelen en dat uh, iedereen uh, tijd voor u maakte, ook al uh, werd je vlog toen nog niet gelezen of werd je podcast was ook nog maar uh, De podcast was gewoon nog maar een idee, dus ja. er was geen publiek. De, de eerste... Vier of vijf afleveringen heb ik opgenomen, lang voordat die uitgekomen zijn. Um, een van die vier afleveringen heeft het zelf niet gehaald, dus die is nooit uitgekomen. Maar goed, ja, je moet ergens starten. En, uh, ik had nog wat materiaal liggen vanuit mijn periode als uh, geluidsman en tourmanager. Dus uh, dat was ook geen verlies. Ja. Ik, ik hoefde niet zwaar te investeren om, om eigenlijk aan de slag te kunnen. Dus dat was al uh, mooi. Ik had het toch liggen. En hoe ging dat dan? Je, je hebt die, dan die eerste aflevering gedropt en wat gebeurde er toen? Niks. <laughs> Stilte. Stilte. Ja, zo'n paar mensen rondom die, 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 die hadden het wel gezien van mij. Die, die, die vonden dat wel, dat wel leuk en die vonden dat wel interessant. En um, ik vond het gewoon leuk om te doen. En of, of dat er nu veel mensen naartoe luisterden of weinig... Ja, ik bleef het gewoon doen. Um, op een bepaald moment was het wel even moeilijk om te combineren met mijn job. In die zin dat ik, dat ik het heel druk had op het werk. En ik speelde heel kort op de bal. Uh, in die zin dat ik ja, de week verdien opnam om de week of, of de week zelf opnam om de week zelf uit te brengen. Uh, dat was even heel moeilijk te combineren. Dan had ik ook even een pauze moeten inlassen um, uh, dan veranderde mijn situatie. Dan uh, ging ik van de ene job naar de andere job. En dan dacht ik: van ja, nu is het misschien ook nog niet opportun om, uh, om het weer op te pikken. En dan kwam corona en dan, ja, dan zat ik gewoon thuis. En dacht ik: van ja, even, even chillen, is ook goed. En dan kwam de zomer en was het plots heel druk in de zomer. En dan had ik, uh, was ik mijn job kwijt door corona. Dan ben ik in een beachbar gaan werken voor, uh, voor een paar maanden. Uh, en dan plots was uh, zes maanden voorbij. En dan had ik zoiets van, oh fuck, deze zomer is snel voorbij gegaan. En dan dacht ik wel zoiets van, oké, okay, maar die podcast die wil ik wel weer oppikken. En dan, uh, gelukkig bestaat er zoiets als Zoom. En dan ben ik uh, zo terug aan de slag gegaan. Een aantal mensen gevraagd. Uh, iedereen had ja gezegd. Dus dan had ik uh, plots content voor een half jaar. Ja, dat is heel fijn. En, en vooral dit jaar zijn de reacties super positief. En ik uh, heb ook al het gevoel dat... Uh, dat er meer mensen die podcast zijn beginnen uh, vinden. Ik kreeg vorige week of twee weken geleden een mailtje. Out of the blue, dat, dat podcast nummer twee in, uh, in, in de Apple Podcast uh, food categorie stond. Zalig. Dus dat vond ik wel heel fijn. Proficiat. Want de nummer één is al super lang een, uh, een Franse podcast, dus, uh, die in Frankrijk geproduceerd wordt. Dus uh, ik weet niet of ik mezelf te, mag, mag feliciteren, maar ja, ik vind nou ja. wel dat ik de nummer één in België ben uh, op dat moment. Dat is cool. Dus dat vond ik wel heel fijn. En bizar genoeg ben ik ook nummer 17 in Oekraïne. <laughs> Aan alle Oekraïnse luisteraars, hallo, <laughs> <laughs> welkom. Um, Amai, ja, dat is zalig. Ja, dus, dus ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik met iets, iets zinvol bezig ben. Ja. En een aantal van die gesprekken die, die ik in het, in het eerste uh, seizoen, had maar zeggen, um, gedaan heb, uh, die, die zijn nog altijd bij de, bij de best beluisterden van, uh, van, van de podcast uh, ik vind dat wel heel fijn om, om te zien dat dit klein ideetje, dit klein zaadje aan, aan het groeien is naar iets, naar iets echt. En um, hoe kiest je wie je gaat uitnodigen? Kiezen is verliezen, ten eerste. Ik ken een ongelofelijke wantlist. Um, en dan ja, soms moet je, moet je kiezen in, in functie van haalbaarheid. In het begin ging ik echt overal zelf naartoe, wat dat heel makkelijk te combineren was met mijn job toen, omdat ik uh, eigenlijk over Gans Vlaanderen rondreed. Ondertussen heb ik een andere job, is dat niet meer zo evident. Dus ja, is een beetje kijken wat kan wie kan er naar, naar, naar mij raken om, uh, om een gesprek aan te gaan. Ik heb nu zo'n kamer in mijn huis, ingericht als, uh, als podcaststudio. Anderzijds, ja, er is ook het, het, de, de techniek van Zoom. Dus dat helpt om, om zo mensen uh, te spreken die niet makkelijk genoeg naar hier komen. Maar ik ga eigenlijk vooral af van mijn, van mijn interesses. Wat vind ik interessant? Waar denk ik dat er een goed verhaal in zit. En, en dan, ja, dan hoop ik ergens dat mijn gesprekspartner uh, vlot kan, kan praten. En uh, ja, het is eigenlijk nog maar één gesprek geweest dat ik, dat ik niet heb kunnen gebruiken. Omdat mijn gesprekspartner was bezig met andere dingen en was meer geïnteresseerd in andere dingen en was afgeleid en dat was geen vlot gesprek. Oh ja. En dat ik dan ook niet willen gebruiken. Dus dat was, uh, ja, dat vond ik een beetje onrespectvol van die persoon om, om mij allee, tot daar te laten komen en dan, dan niet de volle aandacht te krijgen voor mm. dat gesprek. Maar goed, uh, dat zijn ook ervaringen die je moet meemaken, denk ik. Uh, ik denk dat jij als journalist misschien ook wel zo'n verhaal hebt. Ja, dat is wat ik daarnet zei. Het is bij mij iets, daarom dat ik dit ook altijd spannend vind, omdat het, ja, ondanks het feit dat het niet live is, het gesprek, ja, wat we nu zeggen, dat is het gesprek. Terwijl ik als journalist van dan... De geschreven pers, ik kan heel makkelijk, ja, al is dat een heel vaag gesprek, of, of voel ik inderdaad van ah, oké, okay, die persoon is niet 100% bij, dan kan ik toch nog zo grabbelen vanuit alles wat er gezegd is en er toch nog proberen een geheel van te maken. Ik denk dat ik meer, um, ja, meer kan redigeren dan dat jij kunt doen, natuurlijk. Als nou, gesprek het gesprek een niet ander vlot, medium, ja, Dan horen mensen het ook gewoon. Ja. He? Ja, nu, in het slechtste geval, als, als we hier echt volledig de mist in gaan of iets uh, irrelevant beginnen uh, te zeggen, dan kan ik ook nog ja, iets knip je knippen. Het eruit. maar ik probeer dat niet te doen gewoon om de, om de integriteit van het gesprek en hetgeen die gezegd wordt te bewaren. Heel vaak worden. Uh, het leuke van die podcast is dat, dat je de tijd en de ruimte krijgt om iets dieper te gaan op mm. iets. Als je, als je moet een gesprek van een uur gaan reduceren naar een artikel van 2500 woorden, bij manier van spreken, dan moet je echt gaan, gaan concentreren en dan kan het soms zijn dat mensen het gevoel hebben dat ze anders eruit komen dan dat ze bedoeld hebben. En, en ja, hier is gewoon het is wat het is. Ja. Um, en en mensen de mensen die te gast zijn tenminste die appreciëren dat wel. En ik denk dat mensen die luisteren hoop ik uh, dat ook wel hebben van oké, okay, dit hier krijgen mensen de kans om echt het verhaal te doen. Um, probeer er wel op te letten dat ik niet super lang ga. Um, mm -hmm. uh, ik, ik denk dat Andries en, en, uh, en Alex van uh, Welcome to de AI dat super goed doen. Maar uh, ik ben de enige die dit gesprek draagt. Dus dan, dan wordt dat misschien ook iets te vervelend om, om twee uur lang naar mee te Of langer. Ik denk dat hun langste podcast nu al uh, zes of, of zeven uur was. Uh, ja, dan wordt het misschien wel vervelend uh, om, om zes uur naar mee te luisteren. Ja, en ook. Dan zet je het misschien bijna meer op als een soort van radio. Als acht. Ay, ik kan me niet voorstellen dat iemand zes uur met zijn volle concentratie aan een podcast kan luisteren. Ay, ah, dat zou ik toch moeilijk kunnen. In elk geval ja, maar ik, heb, ik heb die niet in één stuk beluisterd. Ah, ja, ja, ik, uh, kan dat ook stukjes, ik denk dat veel mensen dat niet in één stuk beluisteren. Nee, nee, dat is waar. Uh, maar goed, omdat ze maar twee zijn, kunnen ze, kunnen ze makkelijker ja, ja, ja. Een, beetje, een beetje tiktokken, terwijl dat, ja, ik, ik draag het alleen. Dus ja. ik heb mijn gesprekspartner. Dat, dat, maakt de, dat maakt de context al een beetje, een beetje anders. En um, welke podcasts over eten luistert jij graag? Ik kan er mijn GSM bij plannen. Ja, en wel ik ga noteren, uh, want dan heb ik weer nieuwe, nieuwe input. Ja, voilà, ik ben, uh, vertel. Ik, eerst en vooral uh, de oh, ik Een hele leuke podcast. <laughs> dat apprecieer ik. Uh, Barbara is de host van, uh, van die Inderdaad, podcast. Ja. Of de co-host. Ik weet niet wat ik het moet zeggen. Ja, de co-host. Uh, ja, ik doe het samen met Jan Olanja. Um, en het gaat over het sexy onderwerp van duurzame visserij. Maar we proberen het wel zo. Toegankelijk mogelijk te brengen. Dus ik hoop dat we daar een beetje in slagen. Ja, ik vind dat wel een hele leuke podcast. Dank je. Uh, dus, uh. uh, welke vind ik nog uh, heel leuk? Uh, Cooking in Mexican from A to Z. Dat is een, uh, een podcast van Aaron Sanchez en uh, zijn mama Zarella Martinez. Zalig. Um, twee celebrity chefs eigenlijk in de Verenigde Staten. Maar wel een hele goede podcast over de Mexicaanse keuken. Uiteraard. Ik vond een aantal podcasts die niet meer bestaan heel goed. De uh, Feed-podcast vond ik uh, supergoed. Een andere die ik heel vaak luister is Pas de Chipotle. Dat is een, uh, een Mexicaanse dame, Rocio Carvajal, die de Mexicaanse gastronomische tradities onder uh, de loep neemt. Uh, Superboeiend. Uh, dan een aantal podcasts over tequila mezcal, zoals Hey Hey Agave en Maestro's Del Mezcal. Zalig. Um, er is een heel universum dat ik dus niet ken. Hè? Ik ben hier aan het noteren. Er, het is een, uh, er is een serieus universum aan de uh, ja. podcast. Uh, Good Food van uh, Evan Kleiman. Uh, The Splendid Table is ook een Amerikaanse podcast die ik graag luister. BBC The Food Program vind ik ah, ja. een hele leuke podcast. En dan uh, een aantal Nederlandse podcasts, uh, zoals Wat schaft de podcast? Smaakwakers van uh, Zegers van der Linden vind ik ook een leuke podcast. De Kookboeken podcast van uh, Ilona, die ook al te gast was uh, bij mij. Vind ik een uh, hele leuke podcast. Er is nu nog een andere podcast in Nederland over kookboeken. Uh, moet ik even opzoeken, want dan ben ik ook beginnen luisteren. Uh, maar ben ik een beetje achteral met uh, een aantal afleveringen. Dus uh, ik uh, zoek het even op. Er um, zijn er dus bijna allemaal die ik nog niet heb geluisterd. En ik denk um, dat altijd dat ik ze dan allemaal ken. Dat twee podcasts die de ik de heel leuk vond in Nederland, was ook uh, Wat de Boer Schaft. Ah, ja. uh, een podcast over uh, ja, waar het eten vandaan komt. Uh, mijn vader is een afhaal-Chinees, vond ik ook een hele leuke aflevering. Ja, Welcome to the AA is uh, de beste podcast die België op dit moment heeft. Oké. Okay. Uh, Mosselen om half twee is ook herbegonnen. Uh, de podcast van Xander de Rijken is ook uh, altijd super lange afleveringen, dus ik heb er niet altijd de <laughs> tijd voor. En dan de Kookboekenclub is die podcast die ah ja. ik bedoelde. Dus dat is een beetje mijn lijstje. En af en toe zitten er nog afleveringen van andere podcasts tussen, maar dat is niet echt uh, geabonneerd. Ja. Maar dus ja, Het dus mag file zijn als ik terugrijd. Uh, ja, ik ben nog even bezig, denk ik. Ik Heb je ooit naar de Kaaspodcast geluisterd? Die ik heb, ik, nog, ik heb nog niet geluisterd naar ja. de Kaaspodcast. Ik weet dat die bestaat. Ik vind het heel leuk om te zien dat er meer en meer uh, Nederlandstalige foodpodcasts bestaan. Uh, Regulaar podcast ah, trouwens. Ja, ja. Uh, ben ik ook We beginnen te luisteren. op um, aflevering 3 Regulaar, Go, Go, ja, Go. De aflevering van uh, of de podcast liever van, uh, van Sven uh, Tussen Pot en Pan. Is een uh, Brugse kok die met andere koks praat. Dat ah, is, is ook heel leuk. En dan had Siglinda Michiel ook een heel. Veel, heel Belovende podcast, maar daar is het voorlopig eventjes stil. Dus ik hoop dat zij ook nog meer dingen gaat uh, doen. Oké. Okay. Dus ja, er is, uh, er is heel veel te beluisteren, maar er is altijd zo weinig tijd. Ja. Dat is een beetje het vervelende. Want um, je vertelde dat je nu in een keuken werkt. Ja. Dus nu heb je ook van eten ook je beroep gemaakt. Ja, maar ik had eigenlijk al een tijdje van eten mijn beroep gemaakt. In die zin dat ik. Um, het tourwereldje achter mij gelaten mm -hmm. heb en, en eigenlijk ging focussen op mijn bedrijfje, die, ja. die toeleverde aan Agorica. Dus in zekere zin had ik al van eten mijn beroep gemaakt. Ja, Daarna ben ik gaan werken als, uh, als marketeer voor een aantal uh, drankenimporteurs. Dus dan zat ik ook in dat wereldje. Want eten en drinken, hoe je het ja, truit of keert, samen. dat hoort gewoon samen. <laughs> Zeker als je kijkt naar sommige, sommige bartenders. Eh, als, je, als je kijkt naar wat bijvoorbeeld eh, Ran van Angevallen doet. Dat kan mee met wat de uh, topchefs doen. Uh, zo, zo, allez, dat, dat, dat denken is op hetzelfde niveau. Ja. Het, uh, het product is gewoon liquide uh, eerder dan uh, solide. Ja. Maar smaken en, 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 en geuren zijn daar even belangrijk. En presentatie is daar ook belangrijk. Dus dat, dat hangt heel nauw aan elkaar. De beste, de beste restaurants hebben ook de beste bartenders uh, in huis. Dus het hangt aan elkaar. Je kan het niet loszien van elkaar. En dus ja, dus in zekere zin heb ik al een tijdje mijn, mijn, mijn job kunnen maken. Maar dan. Um, ja, vorig jaar, eh, coronacrisis, ik verloor mijn job als uh, brand voor José uh, Cuervo en Bushmills Whisky. En, uh, en, Bush Mills en dan, dat was wel vervelend, want ik was maar nog maar net begonnen aan die job. Ik had het gevoel dat ik me net aan het inwerken was mm. en dan mochten we thuis gaan zitten. En uh, <laughs> ik herinner me goed dat de persconferentie um, van juni kwam, van, ja, uh, op die dag uh, in juni. Gaat de horeca terug open en ik denk een dag erna, misschien de dag zelf, dan kreeg ik telefoon en ik nam de telefoon op en ik zei: uh, Christophe, jij had goed nieuws, wij gaan terug aan de slag. En Christophe zei: uh, Stijn, ik heb slecht nieuws voor u. Um, wij gaan uh, uw positie even on hold zetten. Oh. En dat houdt steek ook, want. Um, als je, ja, als je niet verkoopt of niet genoeg verkoopt, dan is er ook geen geld over voor marketing. Mm. Dus uh, dat is een van de eerste dingen die die moet schuiven. Dan had ik het geluk dat ik bij uh, Sophie Kittels en haar beachbar aan de slag kon. Um, dus uh, Lifesaver, Sophie, shout out. Mm. En daar had ik echt zoiets van: oké, okay, ik voel me hier echt als een vis in het water. Ik ben hier super content van hetgeen dat ik doe. Dit is 100% mijn ding. Misschien moet ik even mijn mijn. mijn Toekomst die eigenlijk een beetje aan het duigen lag door het sluiten van mijn bedrijf, herbekeken. En dan dacht ik van ja, maar ja ik, in mijn allereerste businessplan stond er van een, een, een restaurant open te doen om die gastronomie, die Mexicaanse gastronomie, in de kijker te zetten. Ik ben daar constant mee bezig. Ik zoek constant dingen op. Ik uh, zit op de meest obscure websites naar documentatie te zoeken over de Mexicaanse keuken. Ik, um, ik weet dat mijn vriendin dit ook gaat horen, maar ik heb een website gevonden waar je vintage Mexicaanse kookboeken kan vinden. Uh, dus ik vrees dat die toevallig uh, heel vreemd in mijn kast gaan belanden. Ik weet niet hoe, uh, maar die gaan hier plots zijn. Dus ik ben, ben daar super mee bezig. En ik denk dat ik ook ondertussen de grootste collectie Mexicaanse kookboeken heb in België. Wat dat ook grappig is, we hebben in Antwerpen een, een, een kenniscentrum Mexicaanse studies, die verbonden is aan de Universiteit Antwerpen. En die focussen heel hard op cultuur, maar dan eerder de hogere cultuur, eh, romans, boeken, eh, zondingen. En terwijl dat ik ja, kijk, ik ben op zoek naar alles eh, dat ik maar kan weten over de Mexicaanse gastronomie dat ik dat uh, ja, opzoek. En dus dan dacht ik van ja, maar ja, misschien moet ik gewoon een restaurant open doen. En dan, dan ben ik even mijn aandacht daarop gaan shiften. Uh, ben ik een opleiding gaan doen bij de VDAB tot hulpkok. En uh, dan ben ik nu aan de slag in een, uh, in een restaurant als keukenmedewerker. En uh, de bedoeling is vooral om, om heel veel te leren. Heel veel te leren hoe een restaurant werkt. Het is niet een Mexicaans restaurant uh, op dit moment. Um, heb ik heel vaak het gevoel dat ondanks de leuke sfeer die in een aantal Mexicaanse restaurants hangt dat hetgeen ze op bord serveren, dat ik het zelf beter kan uh, dat is misschien arrogant misschien ook niet maar ja, er is ook heel veel van de Mexicaanse gastronomie die niet aan bod komt in al die restaurants en dan, dan is dat wel een kans om dat wel te gaan belichten in, in hetgeen dat ik wil doen dus uh, dat is hetgeen waar ik, uh, waar ik me nu op aan het focussen ben Zalig, dus dat is wel echt het plan, een, ja. een eigen restaurant. Ja, dus als er uh, investeerders luisteren, dan wil ik graag praten met jullie. Zalig. En zou je dat hier in Oostende willen doen? Dat weet ik nog niet. Dat de, de locatie... Ik ben nog niet bezig met waar dat ik het ga doen. Ik ben vooral bezig nu om, uh, om het metier uh, een beetje in de vingers te krijgen, om te begrijpen hoe ik zo'n ding organisatorisch uh, rondkrijg en, en dat ik... Een beetje beheers, dan pas kan ik denken over: oké, okay, waar, welke locatie. Als ik naar een andere stad ga, staande ken ik goed. Ik woon hier uh, het grootste deel van mijn leven. Ik ben, uh, ben een aantal jaren naar andere takken van de wereld getrokken, weliswaar, maar ik ken het nog altijd zeer goed. Dus ja, hier is het gemakkelijk om te zijn: van daar of daar is een goede locatie wel dat zeggen dat het publiek ervoor is? Dat weet ik niet. Als ik naar een andere stad zou gaan, dan moet ik even die stad leren kennen. Dus dat is, dat is werk voor later. Da, ja. Daar ben ik nog niet, eh, nog niet helemaal mee bezig. ik cool. Ik heb er al zin in. Cool. Ik vind het eigenlijk dat, wel dat je dat van plan hebt. Ja, zegt. en eigenlijk ja, past dat ook weer binnen die binnen DIY-filosofie die van die ah, als, het, als het ja. er niet is, dan kun je het maar beter zelf doen. Of als het er niet is zoals dat je, dat je wel of zoals dat je denkt dat het moet zijn, dan kan je het maar beter zelf doen. Zalig. En zijn er wel restaurants, um, of misschien wil je daar niet over uitspreken, dan mocht je passen. En zijn er restaurants in België waar je wel af en toe gaat om Mexicaans te eten? Ik probeer, er zijn er, ik ga het zo zeggen, er zijn er nog een paar dat ik niet gedaan heb. Okay. De meeste heb ik wel al gedaan. En, uh, de, de echt oude Mexicaanse restaurants die zijn soms niet de moeite, mm -hmm. um, omdat die echt nog op die. Op die uh, een beetje Europese Tex-Mex-kaart uh, spelen. Die, die doen al 30 jaar hetzelfde, bij manier van spreken. Uh, maar er zijn heel veel jonge, happy restaurants die wel een, 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 een frisse wind doen waaien door wat Mexicaans is. En, en, en dat is wel leuk, want die zorgen ervoor dat, dat de aandacht gaat naar wat Mexicaans gastronomie kan bieden. Um, die, die, die openen het gesprek, als het ware. Mm. Dus het, het hoeft daarom niet. Uh, super authentiek te zijn om, om die discussie te beginnen. En dat vind ik wel goed. Want daar heb ik nog een vraag dat dat vergeten. Want de Mexicaanse keuken heeft wel een. een... Hey, er is daar ineens heel veel interesse voor, ook in onze contraien. Hoe is eigenlijk gekomen en, en hoe is dat dan voor u? Je bent er al zo lang mee bezig? Ineens. Um... Laat dat op? Hoe, hoe heb je dat ervaren? Ik denk dat dat een beetje een combinatie is van dingen. Enerzijds had je twintig jaar geleden het begin gehad van, van Puyol, uh, Enrique Olvera, die eigenlijk in Mexico begonnen is met de Mexicaanse keuken te herbekeken op gastronomisch niveau. In het begin ging dat niet zo van alleen een dakje, maar na verloop van tijd werd hij beter en vond hij zijn eigen stem, als het ware. Waardoor dat heel wat andere Mexicanen en, en Mexicaanse ondernemers ook zoiets hadden van, oké, okay, maar ja, onze keuken is wel goed genoeg om in de kijker te zetten. Want aan het ding is natuurlijk, Mexico is een land van, van, van migratie, Mexico is een land waar de, de Spanjaarden de boel eigenlijk op zijn kop gezet hebben en uh, jarenlang gedomineerd hebben. Tot, tot begin 19e, 20e eeuw was er ook een hele harde visie richting Europa als Europees is beter dan het traditionele. En twintig jaar geleden is dat beginnen veranderen. Um, dat heeft zich dan doorgezet naar de Verenigde Staten, waar je heel wat uh, Mexicanen had die in restaurants aan het werk waren, uh, heel, al dan niet legaal. Die zijn ook uh, op een bepaald moment met een um, Serieuze pak ervaring die restaurants buiten gestapt. En hadden dan plots wel meer toegang tot, tot cash om dingen te doen. Uh, je had dan ook nog een aantal andere chefs, zoals bijvoorbeeld Rick Bayless, uh, die de Mexicaanse keuken toegankelijk maakte door uh, tv-programma's te maken, door uh, zijn restaurants uh, te doen enzovoort. Je ja, had nog een aantal andere. Um, Enrique O'Vera heeft dan uh, een restaurant geopend in New York ook. Waardoor dat die buzz mm. is, is wel beginnen ontstaan van oké, okay, Mexicaans hoeft niet goedkoop te zijn om goed te zijn. En Mexicaans kan meer zijn dan enkel tango's of, of, of burritos of uh, enchiladas. Er, er, er is meer. En um, ja, ik denk dat dat, dat, dat de, de, de start geweest is. En daar is dan langzaam aan beginnen overwaaien in culinaire kringen naar. Europa ook. Uh, 2015, denk ik, heeft Noma een pop-up gedaan in, uh, in Tolumne. Uh, René Rezepi is al jaren een, uh, een, een, een spokesperson, als het ware, voor de Mexicaanse keuken. Um, dus dat helpt allemaal. Mm. De, dan, dan merk je dat, dat Rocío Sanchez, die uh, rond die periode, iets voor die periode, vertrokken is uh, bij Noma om haar eigen ding te doen. Die ook terugging op haar eigen culturele uh, achtergrond, namelijk Mexicaans. Um, haar ouders zijn Mexicaans, zij is opgegroeid in Chicago, waar je ook een hele grote Mexicaanse gemeenschap hebt. Dus in het begin. Had je wel zoiets van: oké, okay, mijn keuken is, is, uh, is niet goed genoeg en uh, de Europese keuken is het uh, beste dat er is, maar die zijn er precies allemaal op teruggestapt: van ja, maar mijn keuken is wel goed genoeg en wij kunnen dat wel mooi en, 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 en wij zijn evenwaardig. En dat, uh, dat heeft de, 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 de gastronomische wereld niet losgelaten. Die zijn er ook uh, op beginnen kijken: van oké, ja, dit is iets interessants, dit zijn smaken die wij. Niet zo vaak gebruiken en die zijn fris en boeiend en exciting. En ik denk dat dat er veel mee te maken heeft. En dan, ja, dat ik in die periode dan ook nog een aantal producten heb helpen beschikbaar maken, ja, dat helpt ook natuurlijk. Want als je geen producten hebt, dan kun je het niet doen, of dan doe je maar een slechte versie ervan. Um, maar ja, als je dan al die, die, die traditionele producten kan vinden, dan, maakt, dan wordt het makkelijker om daarmee aan de slag te gaan. Want ik zat daarnet op je toilet en toen zag ik <laughs> en, uh, allemaal hot sauce staan, denk ik, onder de trap. Ja, niet alleen hot sauce. Er staan ook nog heel veel blikjes bonen. ja. Er staan ook nog heel veel blikjes chipotle en uh, adobo sauce. Uh, Zo'n dingen staan er allemaal. Ja, ik heb, uh, ik heb een kleine voorraad staan het is. <laughs> want ik wou het even over die, uh, die chili sauce hebben of over pikant. Um, want ja, een van de redenen dat we elkaar kennen is dat jij een stuk had geschreven ook over. Heet eten voor tummy magazine. En ik was wel gefascineerd um, door wat je vertelde toen dat je had meegenomen aan een wedstrijd en, en ook had gewonnen om de heetste hamburger te eten. Ja, wat is uw verhouding tot pikant eten? Pikant eten. Ik ga nu al zeggen: pikant eten en Mexicaans, dat is al los van elkaar. Ja. Het is wel zo dat in Mexico heel veel chilipepers mm -hmm. gebruikt worden. Maar als ik de vergelijking mag maken met appels, er zijn heel veel verschillende soorten appels. Een ja. Pink Lady smaakt niet hetzelfde als een Yonagold, smaakt niet hetzelfde als een Granny Smith. En chilies worden ook op die manier gebruikt in Mexico. Die zijn smaakmakers eerder dan, dan, dan petgevers. Ja. Er zijn een aantal pepers die pet hebben. Uh, dan denk ik aan chili de arbol, uh, dan denk ik aan uh, chili serrano, chili habanero. Die hebben wel wat pit, um, maar dat is niet de essentie van die keuken. En dat is ook niet de manier waarop dat die pepers. Uh, sowieso gebruikt worden. Maar dat pikante eten, ja, dat, daar heb ik een aantal herinneringen aan uit mijn kindertijd. Dan, dan zat ik met mijn broer onder de keukentafel in de keukenkast te rommelen. En daar stond een, een, een busje met mijn met mosterd. En dan zijn we mosterd beginnen eten tegen elkaar. Hij een lepeltje, echt twee lepels. Hij een grotere lepel, ik drie grotere lepels. <laughs> Zo zijn we beginnen yeah. opbouwen. Uh, op een bepaald moment zijn we dan bij de de, de pepertjes uitgekomen, die vroeger in de keukenkast stonden. Uh, droge peri meestal peri meestal Afrikaans. En peri 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 en peri 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 Overheerst de, de azijnsmaak meer dan, dan het pit, en dan mm. verlies je de rest van je gerecht. En dat vond ik altijd dan betant, totdat ik ook in de Verenigde Staten ontdekte dat er heel veel verschillende soorten hot sauce bestonden, die op smaak werken. En dan, ja, ook daar, ja, dan, dan, dan is dat een, een sneeuwvlokje die een lawine wordt. Dan ga je gaan kijken: van oké. Okay, dit is lekker, dit is niet lekker. Uh, dit is pikant, maar ik kan misschien nog iets pikanter verdragen. En zo ga je even, even op zoek. En dan ga je die berg op van uh, pittigheid. Dan kom je op een bepaald moment aan de top uit. Uh, en die top is voor iedereen anders mm. trouwens. Uh, sommige mensen die, die kunnen ongelooflijk veel verdragen, omdat die heel slecht reageren op uh, de capsaicinoides, Dus uh, de moleculen die het pittigheid veroorzaken. Um, die merken dat. Bijna niet. Andere mensen zijn er zeer gevoelig aan. Uh, maar je kan er wel een soort tolerantie voor opbouwen. Dus als je dan die berg opgaat, dan merk je plots van. die, die, die straffe saus die ik nu aan het eten ben, er zit er ook heel veel smaak in. En dan ga je naar die pepers gaan, gaan kijken. Terwijl ik, ja, als, ik, als ik vroeger een habanero zou gegeten hebben. And no way dat ik dat ging proeven, maar nu kan ik daar de zoete, florale noten uithalen, en like, dan kijkt mijn vriendin om me heen van, what, what the fuck heb je het over? Dit brandt <laughs> gewoon. En andere mensen ook, trouwens, niet enkel mijn vriendin, gewoon omdat er zit zoveel in die the peper, er zit zoveel smaak so in, maar als dat Overstemd wordt door, door, door die pittigheid, dan vind je dat niet. Maar dat is een beetje. Mijn wijn is dat ook zo. Als je, eerst, als je voor het eerst wijn drinkt in je leven, een, een stevige, full-body rode wijn, dan denk je van: holy fuck. Ja, dit. Eh, een beetje droog en. Eh, ja, ik proef al wat druif. En dan, dan, dan hoor je iemand zeggen: ja, er zit een beetje eh, rode bessen in, en rode vruchten in, en dit en dat en een beetje, een beetje noten. En dan denk je van: what the fuck ben jij over bezig? No way dat dat hierin zit. Maar je moet soms. Ja, ik vergelijk het altijd met kapstokjes. Als je maar één kapstok hebt om alles aan op te hangen, ja, dan, dan uh, krijg je een overvolle kapstok en heb je geen overzicht. Maar als je dan meerdere kapstokken hebt, dan kun je bijvoorbeeld al je jassen per kleur beginnen sorteren. En dan, dan creëer je een overzicht. En met smaak is dat ook zo. Hoe meer dat je, dat je weet wat er allemaal speelt, hoe meer kapstokken dat je creëert. Hoe meer proeft, hoe meer kapstokken dat je creëert. En zo ja, ben ik dus gaan, gaan beseffen dat er heel veel smaak in zit. Maar ja, tegelijkertijd ben ik ook een beetje handje de voorste. Ik wil altijd de beste zijn in de dingen die ik doe. En dan dacht ik van: een Chile-wedstrijd lijkt me wel leuk. Ik ga daar <laughs> even aan meedoen. En dan heb ik mij daarvoor ingeschreven. Ik was standhouder op dat evenement, anyway. Dus dacht ik van: ga even kijken in hoeverre ik het kan drijven. En ik was de enige van zes die, die aan die tafel zaten die uh, dat opgegeten hebben. Dus dat vond ik al heel straf. Maar dat ik dan ook nog degene die, was die um, na de burger eten moest je nog een minuut zitten wachten. En uh, ja, dat was al uh, uh, een lange minuut, moet ik je, je eerlijk bekennen. <laughs> Voordat je iets mocht drinken of Voordat iets doen. Voordat je iets mocht, mocht eet, drinken hè? of mocht doen. Ja, dus dat was, uh, dat was een lange minuut. <laughs> um, ik ben, ben daar eigenlijk. Ik heb, ik heb mij daarop voorbereid door eigenlijk naar heel veel van die, van die foodwedstrijden te kijken. Is zo van die, in de States heb je is zo van die competitive eaters en die hadden allemaal een YouTube-kanaal. Uh, ik vind dat wel fascinerend, want sommige van die gasten die kunnen uh, 112 hotdogs in uh, 10 minuten in een, uh, in een maag doen. En dan denk ik van, well, waar zit dat? En daar heb ik wel een aantal technieken tussen aanleidingstekens van uh, gepikt. Um, het is namelijk zo dat je... Dat je je hersenen reageren trager op hetgeen dat er effectief gebeurt. Dus als je heel rap eet. Dan heb ik pas later door hoe pikant het is. Ja, okay, dus mijn tactiek was om uh, te schrokken, zo snel mogelijk dat op te eten. Uh, dus dat was goed gelukt. Dus ik, uh, ik ben aan die wedstrijd begonnen en dat was hap, 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 hap. Letterlijk om uh, zo snel mogelijk dat binnen te spelen. En dan zag, je, dan zag ik achteraf op een video mensen heel traag daarvan eten. En dan begint dat tien te branden. En dan heb je die door van, oh fuck, dit is, dit is heel heet. En dan, dan haken die af. Dus ik denk dat mijn tactiek... Waal gewerkt heeft, ja. Ik ben gewonnen. Maar ja, dan die minuut, dan begint dat te tintelen en te tintelen en te tintelen. En uh, achteraf was ik echt gewoon een haai van de, van, de, van, de, van de chili. Ja, ik heb, dus bij mij is dat dus echt gekomen. Ik was eigenlijk... Ik had niet zoveel... Af... Ik dacht altijd dat ik iemand was die er niet goed tegen kon. En inderdaad, het gevoel van... Ja, oké, okay, dan is dat pikant, maar dan proef ik niks meer. Dus dan heb ik er ook niks aan. Maar dan met dan heel magazine over te schrijven... ja was ik wel getriggerd. En had ik bij Sweat in Brussel, die jongen die hot sauces maakt, zo'n, ja, noemt dat dan de torture test, dat ik al zijn sausen mogen proeven. En dan, omdat die sausen ook niet overdreven pikant zijn, ja, proefde ik ineens en dat had al die aroma's van die chilies. En ik vond dat wel super cool om dat te ontdekken. En heb ik ook wel eens één keer zo'n zo extreem zo'n ghost pepper sauce gegeten en dan een half uur gewoon gehuild. Uh, <laughs> en iemand zijn room leeggedronken uit zijn vrieg omdat er geen melk was. Uh, maar ik vond dat wel een mega fascinerende wereld, vooral smaakgewijs als, um, als, als er geen melk is, trouwens, een yeah? liepel olijfolie helpt ook. Hè, want uh, uh. capsaicinoïdes, die zijn vetoplosbaar of alcoholoplosbaar. En dus kun je zo dat toch een beetje van je uw, van uw tong wegkrijgen. Oh, ja. nu, het, het effect is dan al gaande voor een stuk, dus ga gaat niet met die weg, uh, want het ding is een peper is niet heet. Mm -hmm. Het, het trekt gewoon je lichaam in denken dat het heet is. Dat is een beetje zoals dat munt ook niet koud is, maar toch denkt je dat ja. het koud is. Ja, dat, dat is iets raars aan, aan hoe dat ons lichaam werkt denk ik. Maar daardoor is er net ook wel een mentaal. En even daardoor kan ik me voorstellen dat veel mensen getriggerd zijn omdat je het dan eigenlijk ook het is dat iets dat, dat doet een trucje met je hersenen. Dus dan denk je dan trucje inderdaad van ik, als ik mijn hersenen kan manipuleren in het, Allee, ik, bedoel, ik snap al de uitdaging om dan. Ja, um... toch op een bepaald moment moet ik zeggen dat het uh, toch niet meer zo werkt. Nee, nee, ja, waarschijnlijk <laughs> Toen, <dat je> echt... <laughs> als, als er heel veel, Allee, je kan het meten in, met, de, met de, de, de scoville schaal uh -huh. ja, op een bepaald moment zijn er zoveel capsicinoïdes aanwezig dat je lichaam daar uh, wel eens nels op reageert hey, okay. en dan zeker uh, op, op, op die superhot chilies, uh, die nu nog heter, uh, in, in die tijd dat ik die wedstrijd deed, was uh, de de, de Carolina Reaper, de heetste. Ondertussen is, zijn er al uh, twee of drie andere nog heter. Ja, dat, um, ja dat, dat heeft dan zoveel capsicinoïden zitten, hè, dat gewoon vanaf dat het nog maar aan hun mond binnenkomt, voelt je dat. En je voelt dat naar beneden gaan. En je voelt dat als een blok <laughs> in je maag uitkomen. zitten en er terug mm -hmm. uitkomen. Er is een, een stuk wat dat je het niet meer voelt, namelijk <laughs> eh, vanaf dat het je maag verlaat eh, en dat in je darm zit. Tot aan het einde van je darmen, dan voelt het opnieuw. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. <laughs> Sorry, ik ben naar niet te hard. Uh, maar uh, ja, nee, dat, uh, dat, ik, was echt, uh, ik was high van de kapzijs. Van de maar dat had ik dus ook ervaren. Nadat ik die heel hete saus had ge genomen en uh, gegeten, was ik. Ja, je wordt er ook wel gelukkig van of zo. Ik was ook ja. daarna een beetje zo woehoe, I survived. Ik, denk, ik, ik, ik ga nooit vergeten, uh, ik, had, ik had in de podcast van uh, Welcome to the AA ook uh, in het begin dat ze, dat ze bezig waren, even mogen langskomen. En dan, dan uh, had ik zo uitgelegd: van... kijk, als je die chili zo snijdt... dat was een habanero chili. Als je die zo snijdt, dan heb je de smaak van die peper. maar dan heb je niks van die pittigheid. Maar dan na alle sauzen te proeven, en uh, die laatste was toen The Last Dab van uh, Hot Ones, de YouTube-show. En uh, ik kreeg dan de uh, dag erna een sms van het was plezant, maar toch achteraf even met buikpijn op uh, bed gaan liggen. En ik, ik moest toch wel even lachen, want ik wist dat dat ging gebeuren voor hen, maar uh, daar was het punt wat ik wel tegen ja. ondertussen. Dus ik had er uh, nul last van. Oké. Okay. Maar dus, je zegt van, oké, okay, de Mexicaanse keuken en zo pikant eten is niet per se één op één met elkaar verbonden, maar je gebruikt als je kookt ook wel veel van die hot sauces... Ja, gewoon, uh, ja, ik gebruik dat wel, ja. maar dat is gewoon ja, een zelf iets smaakmaker. dat je er extra... Ja, ja dat, uh, het is leuk natuurlijk in die zin dat Mexicanen uh, gebruiken constant chilies. Als, als een Mexicaan geen chilies heeft, dan is hij niet gelukkig. Uh, maar dat heeft niet te maken met de pittigheid. Um, en ook, de, ik ben heel picky op mijn sausen. Mm -hmm. Ik had hier vroeger een super uitgebreide hot sauce collectie. Maar eigenlijk de meeste sauzen bleven gewoon staan omdat ik ze niet lekker vond. En dan is dat ook een beetje zonde dat je daar een verzameling van bijhoudt. Want je weet toch dat je ze niet gaat eten. Ja, ja. Dus mijn, mijn selectie is, uh, is heel hard nood. Er zitten ja, twee of drie echt pittige sauzen bij. En die haal ik af en toe eens boven als ik daar zin in heb. Maar het belangrijkste van die super hete sauzen is dat ze lekker zijn. Ja. Um, een van de, van de gimmick sauzen die, die ik ze noem is, is Dabam. Ah, mensen die, die weten dat dat een pittige saus is, maar die is niet lekker. Die, zit, uh, die, die gebruiken capsaicine uh, extract. Ah ja, okay. en die is super bitter van smaak en echt, uh, die is niet lekker. Ja, ja dan gaat het echt die, om de, dus, dat, om dat de is geen, effect. Dat is geen saus, je smaak, is geen ja, saus ja. die je gewoon op je boterham zou doen, terwijl de Last Dab is ook pikant. Maar dat is dan wel een saus die je uh, zo op je boterham met preparé zou doen bij manier van spelen. Mm. Allee, ik toch. Uh, <laughs> <laughs> maar dan gaat het wel over smaak. Ja. En, uh, dat, dat, is wel, uh, dat is wel belangrijk. Wel, uh, mensen vergeten dat een Carolina Reaper, die is pettig, maar die heeft ook iets... Uh, dat, is, dat is een Capsicum chinense. Uh, een van de vijf uh, gecultiveerde uh, Capsicum-families. Uh, die heeft iets heel fruitig en heel zoet. Uh, en als je, als je tegen, of toch een beetje tegen, tegen dat, dat pittigheid kan, tegen, dan kun je wel die, die, die zoetheid daaruit uh, gaan, gaan terugvinden. En um, ja, daardoor leent zo'n peper zich ook heel gemakkelijk om, om bijvoorbeeld een confituur mee te maken. Ah, oh, nice. Ja, pittig maar nice. Oké, okay, ik kijk echt al uit naar een restaurant waar ik al die dingen ga kunnen proeven. Ja, maar dan, dan, als, ik, als ik dan restaurant doe, dan zou het echt wel. Toegespitst zijn op die Mexicaanse mm -hmm. keuken. En dat, dat pettig verhaal, dat, dat, dat komt daar dan niet aan bod. Nee, maar misschien als ik dan vriendelijk om vragen heb die hebben een flesje staan. Misschien, dat, dat, <laughs> dan ga ik uh, speciaal een, een kastje maken uh, als Barbara op bezoek okay. komt, uh, glas breken. <laughs> en als je zo, ik heb nog één vraag over je restaurant. Als je denkt aan een gerecht dat daar gaat samen, die de keuken die je daar wilt brengen gaat samenvatten, is er dan zo één gerecht dat je kunt zeggen: oké, okay, dat gaat zeker op de kaart staan. Dat gaat er nooit afgaan, dat wordt zo'n uh, signature dish. Ik vind het grappig gewoon. Ik heb deze week op, uh, op Instagram een post gedaan. Ik heb verschillende Instagram-accounts trouwens. Ah, ja, okay. uh, mijn eigen uh, persoonlijke profiel, dan heb ik uh, het profiel van deze podcast. Dan heb ik nog een profiel dat ik uh, met Mexicaanse baksels uh, opdeel. En uh, daar had ik een uh, rode mole van, uh, volgens de stijl van Tololo Wapan gemaakt. De Tololo Wapan is, de, is een stadje in Guerrero. Die gekend is voor de vele mole fabriekjes en, en de molé-recepten. mole wordt hier vaak ten onrechte als een chocoladesaus vermeld. Maar dat klopt eigenlijk niet. mole zijn een familie van sauzen. En in verschillende soorten mole is chocolade één van de vele ingrediënten. Maar je had ook heel veel mole, zodat er geen chocolade aan te pas komt. En die, die mole die ik gemaakt had, was een mole rojo, een rode mole. Door de chihuahua-peper die ze gebruiken. En ik had wel zoiets van... Uh, ik had die gemaakt samen met uh, kwartelpootjes. En um, een salaatje van wel uh, Wilde, jonge uh, groentjes. En uh, dat vond ik zo mooi, zo lekker, zo simpel, maar toch mooi gepresenteerd. Dat ik zoiets had van: uh, als ik een restaurant zou hebben, dan komt dit sowieso op een menu. Zalig. Dat is, uh, dat is een gerecht die, die ik zeker zou doen. Oké. Okay. Um, ik had nog een vraag, maar dat is een. een een terugblik op je... We mogen niet vergeten dat u verjaardag is, hè? <laughs> ja, maar ja. ja klopt. Um, dus ik, en ik heb een vraag die ik altijd stel aan mensen als ze verjaardagen, aan vrienden. En dan vraag ik altijd top, of, top en flop van het voorbije jaar. Maar ik was aan het denken, misschien is dat het moment waar dat we iets bij kunnen drinken, niet? Dat past daarbij, vind ik. Dat is een supergoede idee. <laughs> Want ik zie daar glazen staan en ik ja. zit echt omringd door flessen, jongens. Dus ja. um, misschien is dat een goede combinatie. Dan kunnen we dan even de terugblik en, de en dan ook nog de vooruitblik doen. Ah, oh, well. Ik kan beginnen uh, me met de fles uit te kiezen. Oké, okay, dat is goed. Ik heb uh, een tequila gekozen. Uh, tequila, ik heb, ik heb daar wel een band mee. Uh, ik vind dat fantastisch. Ik ben ook een van de eerste die in België een, uh, een Distintivo behaald heeft. Een Distintivo is uh, een, een soort opleiding die gegeven wordt door de CRT, de Consejo Regulador del Tequila. Dat is eigenlijk een soort controleorgaan die bestaat om de productie en de distributie van tequila te controleren. Mensen weten dat niet, maar tequila is misschien zelfs iets strenger gecontroleerd dan champagne. Oh, wow. um, er zijn maar vijf staten in Mexico dat tequila mag gemaakt worden. Uh, niet iedereen kan zomaar een tequila op de markt brengen. Ik ben zo in 2017, denk ik, een, een, een valse Belgische tequila op het spoor gekomen en heb uh, geholpen om dat van de markt te halen. Ja, die hebben dus een, een, een Denominación de origine. Een do zoals dat heet, dus dat uh, is wel degelijk goed beschermd. Okay. Um, dus als je tequila drinkt, uh, moet dat. Uh, allee, ben je er quasi zeker van dat het echt tequila is ja. en dat het niet zomaar iets is wat als tequila verkocht wordt? En kunt je een aantal soort van basiscriteria opnoemen of zou ons dat te verleiden? <laughs> uh, Eerst en vooral, ja, tequila wordt altijd gemaakt van de blauwe aangaven. Dat ja. wordt gemaakt in, uh, in een van die vijf staten. Dat is zelfs niet de volledige staat. Sommige staten hebben maar een paar regio's waar dat dan mag. Dus dat zijn dingen die ertoe doen. Als je kijkt op de fles, dan gaat er altijd een NOM-nummer op staan. Dat is de Norma Official Mexicana. Dus de, de, de Mexicaanse ding: die, elke distilleerderij krijgt een nummer. Dat nummer is heel belangrijk. Dus als dat er nergens op de fles staat, dan klopt het niet. Okay. Er staat ook altijd CRT op. CRT con, voor Consiglio Regulador del Tequila. Uh, dat zijn dingen die, die erbij helpen om, een, uh, om tequila te herkennen. Uh, de kans is relatief klein dat je een valse tequila vindt omdat um, dat redelijk goed gecontroleerd wordt. En als die gevonden wordt, dan uh, zijn er mensen zoals ik die daar obsessief mee die bezig daar zijn. Achter u aankomen. En, um, ja, die die, die zouden zeggen van oké, okay, dit, uh, dit kan niet. Mm. Er is een reden dat dat beschermd geweest is. Uh, in, in de jaren 60, 70 uh, zijn er. Um, makers die gemerkt hebben dat er n'importe quoi als tequila verkocht werd, omdat niemand toch wist wat tequila was. En die hadden zoiets van: wow, 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 dit mm. is onze heritage, dit is onze product, wij willen dit beschermd zien. En uh, ja, ondertussen uh, zijn er heel wat uh, uh, akkoorden internationaal met Mexico, waardoor tequila een beschermd product is. Er is één iets dat ik heel belangrijk vind voor tequila: er zijn twee soorten. Je hebt tequila en je hebt 100% de agave. Okay. Misschien uh, kan, ik, kan ik verwezen naar de, naar de podcast met Kobe. Mm -hmm. uh, Kobe heeft dat supergoed uitgelegd ah, ja, okay. uh, in de podcast. Maar uh, ja, probeer altijd te zoeken naar een 100% puro de agave. Okay. Um, en die die ik nu uitgekozen heb, is Tequila Ocho. Uh, tequila Ocho, uh, de, de, een van de, van de, de, de co-owners ervan, Thomas Estes, de tequila-ambassador, is dit jaar overleden. En... Um, dit is ook eigenlijk de eerste single-estate tequila. Waar heel veel tequila-distillerijen hun agaveplanten van overal een beetje aankopen, heeft Tequila Ocho er eigenlijk voor gekozen om per veld te gaan distilleren. En op die manier kun je eigenlijk echt de verschillen gaan proeven ah, tussen cool. verschillende jaren, tussen verschillende velden. Het dus is een uh, beetje single-origin. Is dat ja. bij de koffie ook wel gebeurd ja. dan? Ja. ja, eigenlijk hetzelfde idee. Om zo echt de terroir en, en, en uh, de diversiteit van uh, agave te gaan... Uh, gaan tonen. Um, dus dat, uh, dat is iets wat in tequila nooit eerder gebeurd geweest is. In, in mezcal bijvoorbeeld is een, uh, een, een verwant van, van tequila. Uh, daar is dat al veel meer het geval wat je merken hebt die uh, van dezelfde plantsoort uit verschillende dorpen een uh, reeks op de markt gebracht hebben. Bijvoorbeeld Nastius staat er een fles Nuestra Soledad Die nuestra Soledad, die je vast hebt, die is uit Santa Maria, is ook het uh, land. Maar je hebt ook uh, een uit tequila. Uh, en die zijn allebei gemaakt van uh, de agave espadine. En dan proef je een heel groot verschil. Het is hetzelfde bedrijf, het is een andere distilleerder, het is een andere, een andere regio. Dan proef je wel het verschil, ook al is het dezelfde plant tussen de aanhalingstekens. Dat is een beetje zoals wijnliefhebbers uh, met de druiven ja. hebben. Dat kan ook met, uh, met, met, met tequila, maar mensen weten dat niet altijd. Ook omdat uh, tequila is lang... Uh, een beetje stiefmoederlijk behandeld uh, door ANCA te gebruiken als mensen al dronken zijn om dan nog shots erop yeah. op te doen. En dan is het niet de schuld dat ze al dronken waren, maar is het de schuld van tequila dat ze hangover <laughs> ja. hebben? Dat, dat klopt niet. Tequila is echt een, een spirit met, met geschiedenis en, en, en een heel verhaal. Ik vind dat wel fascinerend en, en super leuk. Dus uh, ja, deze komt uit uh, Los Nopales, het valt uh, met de cactussen. Uh, een nopal is, uh, is een cactus in uh, Mexico, de, de Opuntia cactus. Die, die maakt ook bijvoorbeeld cactusfruit. Uh, die cactusvruchten ah, ja. die, die, die wij eten, komen van diezelfde plant. Uh, dat valt dus naar die cactussen genoemd, waarschijnlijk, ja, omdat er cactussen groeien. Die is gedistilleerd geweest in 2017 in uh, de distilleerderij La Altenia. En ik uh, ja, ben daar uh, met mijn vriendin geweest in 2019. Ik had zes uur zitten babbelen met de, met de zus van de masterdistiller. Uh, en op het einde vond mijn vriendin dat een beetje vervelend, omdat ik echt aan het neurden was over alles aan gaven. Maar ik vond dat zo'n fantastische ervaring. En, uh, dus het is dus, ja, een van mijn favoriete tequilas. Dus dat gaan wij nu even uh, okay, proeven. Oké, cool. Santé. Hè? Salut. Wauw. Mai, dat is helemaal anders dan wat ik had verwacht. Ik dacht dat ik zo ging moeten... Zo doen, maar dat is niet. Nee, dat is totaal niet. <laughs> en het, wat ik dus even met mijn gezicht samen trekken, wat ik soms moet doen als ik iets strafbaar drink. Ja, maar dat is, uh, dat is het ding. Er is, een, er is zoveel mogelijk. Um, er zijn slechte goedkope dingen op de markt. En dan ga je inderdaad uh, 4 euro voor een shotje betalen of je drinkt iets, uh, iets kwalitatief en dan betaal je iets meer natuurlijk. Maar dat proef je ook meteen. Uh, een goedkope rum dan, dan trek je ook soms dat gezicht, ja, ja. Zo, zoals dat je net uh, omschreef, <laughs> terwijl dat je ook ja, super, super goede rum hebt, waarvan je zoiets hebt van wauw, wat is dat? Want Wat en, proefde je als je dit dus, um, proeft? Ik haal er wat gekookte angave uit. Ik haal dat wat um, groen uit, zo iets chlorofiel, een beetje kruidigheid, ge vars gekraakte zwarte peper. Uh, Zo'n ding, uh, dat vind ik daarin. Ik vind ja, ik had ook wel citrus, maar dat is misschien een zwarte ja. peper dat je dat gij Ja, zegt. Citrus, citrus is ook uh, een, een goede. Maar heel zacht, hè? Allee, ja. Heel, um, ja. Super, ai, super gemakkelijk om zo... Ik drink niet vaak pure. Ik zo, bedoel, ik drink niet zo vaak een, een borrel zo. Uh, ongemixt, daar ben ik nog niet... Daar moet nog, daar, dat is nog een doelstelling <laughs> in mijn leven. Veel oefenen. <laughs> ja, we zijn begonnen nu. Um, maar het is heel aangenaam. Het drinkt echt super... Uh, Allee, drinkt het Drinkt superzacht zacht heel, weg. Ja, het is en dat, zacht. Dat, is, dat is het, het leuk aan, 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 uh, aan een goed gemaakt product, gaat maar zeggen. Het is niet enkel te kilo, het is ook uh, een mezcal of rum. Of weet ik veel. Mm. Er is al geen nasty kantje aan op het einde. Nee, is is super, ja. super zuiver ook. Super zuiver. Dat is echt de, de know-how van, van de master distiller. En dan de, de, de keuze van de manier van fermenteren en distilleren. En, uh, dat, er zit er zoveel achter. Dat ja, vind ik fantastisch. En die distilleerderij La Altenia, ja, dat, dat is een distilleerderij, begonnen in 1937 in, uh, in het stadje Arandas, in Los Altos de Jalisco. Dat is een, nog altijd een familiebedrijf, de hele familie werkt daar. Carlos de Master Distiller, uh, zijn zus werkt daar, zijn dochters werken daar. Uh, maar ook van het gewone personeel zijn er mensen die hun vader opgevolgd hebben en die nu hun, hun, hun zoon of hun dochter aan het opleiden zijn. Ah, dat, dat is gewoon zo mooi en, en zo'n leuk verhaal. Dat uh, vind ik fantastisch, zoiets. Ja, dat is zalig. Ja. En als je dat vertelt, hoe dat je dat dan kunt dat dat proeven, zo diezelfde soort, maar op een ander terreur, dan, ja, dan wil je dat, zou ik dat, dan wil je dat zo. Dat triert om dat inderdaad allemaal te willen proeven. Ik ga je straks, um, straks een andere fles open doen. en dan kunnen we, dan kunnen we dat even vergelijken. Oké, okay, dat is gewoon spannend. Ah ja, en ik ging, ja, ja, want ik ging deze gelegenheid dus uh, aannemen om dus te vragen. De top en de flop van het voorbije jaar. Ja, dus de reden waarom ik, dat ik de cloud show koos en ja. omdat Thomas Estes uh, is, dit jaar overleden. Uh, dus dat, ja. is beetje, uh, dat was een beetje, dat was een, een supersympathieke man. Um, die had altijd tijd en, en, en aandacht voor iedereen. Ook al had hij geen tijd ja. of zin om aandacht te hebben, maar toch. Dus dat was een beetje een, een, een flop. Een top zeker dat ik de hele winter heb gesurft hier aan de kust. De, de flop is dat ik gewoon veel te weinig mensen heb kunnen zien. Ja. Dat ik veel te weinig heb, heb kunnen delen met mijn vrienden. Dat ik veel te weinig heb uh, mensen gezien. Dat, dat, dat ik heel wat mooie momenten niet heb kunnen delen met, de, met anderen. Dat is eigenlijk de, de, de grootste flop, denk ik. Ja. Uh, en de top zijn dan die momenten waarop dat ik wel mensen heb kunnen zien. Waarin dat ik, dat ik een, een, een zaterdag in Antwerpen heb afgesproken met vrienden om, uh, om even door Antwerpen te eten. Het moment waarop dat we afgesproken hebben met vrienden om een uh, vriend die terugkomt uit, uit uh, Zuid-Afrika uh, om, om die te, te verwelkomen. Uh, dat zijn dan wel de topmomenten. Ja. Ja, en natuurlijk, ja, ik ben even weggeweest in, in maart met mijn vriendin en mijn hond. Dat was ook een topmoment natuurlijk. Gewoon even weg van alles en alleen aandacht voor de hond en voor haar. Dat was ook wel fijn. Duidelijk. En als je kijkt naar het jaar dat gaat komen, wat, wat hoop je dat er uit de beurt gaat vallen? Ik hoop vooral dat ik heel veel ga leren. Dat ik heel veel ga groeien. En, en wat ik doe en waar dat naartoe wil. En vooral dat ik, dat ik gelukkig kan zijn. Dat, um, dat is voor mij belangrijker dan ooit, want ik, allee, toen had mijn bedrijf gesloten en was het een donkere periode. Dus in die zin kijk ik vooral uit naar, naar oh, content te zijn met de dingen die ik doe. Content te zijn met de dingen die ik kan delen. Uh, en vooral ja, dingen zoals deze podcast, dingen zoals mijn, mijn, mijn Mexicaans koken nog verder kan, kan blijven zijn. Dat, uh, dat is eigenlijk de, de, de highlights, denk ik, van waar ik naartoe wil werken. Ik moet wel zeggen, dat valt mij altijd op als ik met uw mail of bericht stuur of u op Instagram dingen zie posten, daar gaat altijd keihard positiviteit van uit. Dus ik vind wel dat je dat in elk geval heel hard uitstuurt <laughs> in de wereld. Dat vind ik wel een zalig ja, gevoel. Ik denk dat, denk dat het daarmee begint. Als je, allee, er, er is zoiets als like toxic positivity en ik ben daar ook een beetje aan, aan slachtoffer gevallen. Van als ik maar hard genoeg werk, dan, dan komen dingen wel goed. Of als ik maar goed genoeg erin geloof, dan komt het wel goed. Mm. Dat is niet altijd zo, maar het is wel... Allee, als, je, als je kijkt hoe goed dat we het hebben en, en hoe goed dat de situatie is, en ja, ik heb wel wat ingeslagen, maar ik heb nog altijd beter dan zoveel anderen, dat ik vanuit dat kan, kan vertrekken, prima. Dan, uh, er is niks cooler dan, dan dingen uh, positief zien. En, en er is niks cooler dan andere mensen rond je zien slagen. En, en als je dat op een of andere manier terugkrijgt, is dat ook goed. Wat inderdaad is, is, uh, is wel... Een, allez, het voelt niet zoals... Want natuurlijk is op... Sociale media ook veel oppervlakkige positiviteit, maar het voelt inderdaad bij u al vrij doorleefd. Het is niet zo... Check hoe, hoe goed alles is of hoe tof alles is, maar wel meer vanuit van... Dat je, altijd, allee, dat je zo voelt dat je je precies altijd wel opnieuw oplaat om ervoor te gaan of zo. Oh ja, dat is ook. Je kiest, moet dat ook doen. Echt Dat is een, voor de positieve keuze. Dat is een keuze. Ja. Dat is een keuze. Allee, ik geloof heel hard in de, in de maakbaarheid van dingen. Toen ik begon in mijn carrière als, als, als geluidsman en tourmanager, dan waren er stemmen die zeiden: van Ja, maar wat de fuck ga je nu doen? En de rest toch geen geld in toeren en je kunt toch niet betaald worden om geluid te gaan doen? Dan nou, had ik zoiets van: ah, waarom niet? En dan, dan iets later, dan ging ik Mexicaanse voeding importeren. Ja, niemand deed er toch pikant. aan Mexicaans, wie wil er dan nu kopen? Ja, allee, als ik het niet doe, hmm. dan, wie gaat het dan wel doen? En, en zo merk ik dat er, er zijn altijd mogelijkheden. En er gaan altijd mensen zijn die, die sceptisch zijn en die daar niet in geloven en die niet willen meegaan in je verhaal, maar aan het einde van de dag ik, euh, ik ga alleen sterven. En dan ik wil ik wel kunnen terugkijken op iets waarvan dat kan, van, ik heb het gedaan zoals ik wilde en zoals ik erin geloofde. En als je dan niet die positiviteit had om dingen te doen, dan had je ook niks gedaan krijgen. Toch? Nee, dat is helemaal waar. Ja, ik vind dat super cool hoe je daarin staat. Ja. En uh, dat geeft mij ook veel. Allee, ik bedoel, ik krijg er ook veel energie van terug, of als ik zo dingen zie dat jij dan denk ik echt zo oké. Okay. Dat vind ik echt cool. <laughs> ja, ik probeer, dus, er ook, um... probeer er ook wat door te geven. Ah, ik, kan, uh, ik, heb een, ik heb een tatoeage op mijn pols staan. Ik vind dat wel belangrijk. Dat is, dat is ook een van de dingen dat ik ergens geloof. Uh, aspire to inspire. Want al de dingen dat ik nu doe en dat ik vertel en dat ik de mogelijkheid heb om te doen, is ook omdat ik geïnspireerd was door iemand anders die, het, die getoond heeft dat het kan. Die, de wereld is aan de doeners, de wereld is aan de dromers, de wereld is aan de, aan de durvers. Dus uh, ik ben super geïnspireerd door andere mensen. Dus dan vind ik het ook logisch dat ik, dat ik, het, dat ik het, uh, het verder hief En ja, uh, dat, dat is gewoon uh, hoe dat ik in dingen geloof. En voor waar ik vertrek, denk ik. Telig. <laughs> um, is er nog iets dat ik niet heb gevraagd dat je wel nog graag wil vertellen? Misschien? Dat is een hele moeilijke dat vraag. Dat is een moeilijke vragen. Dat is super moeilijk. Ah, ik, ik, ik zou het haten. Moest ik, ik zo'n vraag stellen aan iemand? Fuck. Ja, nee, sorry. Maar ik bedoel gewoon. Ik heb het gevoel dat, dat het een heel fijn rondgesprek was. Maar misschien is er uh. een thema waar ik nog. Niet, dat ik nog niet heb aangeraakt, dat je denkt van vind ik wel belangrijk dat mensen die luisteren naar de podcast dat weten over mij, of... Um uh, ik vind het belangrijk dat mensen die luisteren uh, deze podcast delen en uh, reviews laten. Nee ik, vind, ik, ik, nee, ik weet dat niet. Ik vind, ik vind het heel moeilijk om, om, om zo na te denken over vragen stellen aan mezelf. Ja, dat is waar. Dat is dat misschien echt, ook een onmogelijke vraag. Dat is die heel je raar. Dat is heel raar. Ik vind het wel leuk om even, even bij stil te staan. Maar zo on the spot um, vind ik het heel moeilijk om, uh, om een antwoord te verzinnen. Maar dan, dan is het misschien gewoon. Dan voelt jij het misschien even rond als ik. Voilà. Dus dan kunnen we gewoon onze borrel opdrinken en dan uh, ons, uh, ons garnaalkroketje gaan eten. Voilà, dat lijkt mij ook een, uh, een zeer goed idee. Vond het heel tof, merci. Ja, ik vond het ook super tof dat, dat je dit wou doen. Uh, ik vond het leuk om eens aan de andere kant van, uh, van het verhaal te zitten. En uh, ik hoop dat de luisteraars het ook een, een hele leuke aflevering vonden. Uh, misschien iets bijgeleerd hebben over mij. En uh, ja, ik kijk er vooral naar uit om, om nog meer uh, podcasts te maken. Uh, met nog meer mensen in gesprek te gaan. En uh, altijd bij te leren over eten. Want, want daaruit vertrekken het is een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Maar ik. Het begint gewoon bij mezelf. Ik ben de eerste die nieuwsgierig is. En ik uh, ben blij dat ik dat kan delen met anderen. Zalig. Ik ben, ik ben alvast van en ik blijf luisteren. Alright, super. Merci. Graag gedaan. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol. Eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.